daar is die jongen. Giratina, een van de vetste legendary Pokémon ooit. Giratina is echt wel een baas. Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe Shining Pearl video, waarin we op zoek gaan naar Giratina. Als je dat wil zien, knal duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan. Wij gaan dus nu naar Veilstone City. En dan gaan we aan de zuidkant de stad uit. En dan mogen we nu hier ergens... Nee, nog verder. Kunnen we hier naar de rechterkant, richting het Spring Path. Is dit waar we naartoe moeten? Volgens mij wel. Volgens mij, ja, we moeten dit... Ja, kijk, hier is een grot. Sand of Spring. Het klinkt al super spannend hier. Wat voor Pokémon zouden hier eigenlijk allemaal zitten? Laat me Abu even voor de zekerheid op de eerste plek zetten. Huh? Golduck? En dan heb ik net... dan heb ik net mijn Fire-type Pokémon op de eerste plek gezet. Lekker dit. Level 54. Wow, wow, maar dat is wel sick. Level 54 is wel sick. Hier kan je sick grinden voor XP, jongens. Ik denk alleen wel dat Abu nu een probleem heeft... nu die niet deze Golduck in één keer gesloopt heeft. Die gaat Hydro pumpen. Oftewel de sterkste watertype aanval. Dit begint goed. Dit begint echt top. Oké, Golduck. Later, hè? Bedankt voor dit. Wel bedankt voor je XP. Dit is echt super chill. Ik kan hier zo goed trainen. Oké, betekent dat we Simba op de eerste plek moeten zetten hier dan? We gaan hier naar boven. Thanks, B-Barrel. Wow, deze muziek is echt ook sick, jongen. Allemaal mooie plantjes hier. Even kijken of we hier nog wat itempies of zo kunnen vinden. Jeetje, het is echt een super spooky muziekie. Oké, nu B-Barrel. Ja, nice. Let's go, Simba. Je gaat hem in één keer nakken, toch? Juist. Dan gaan we hier naar beneden. Ja, ja, en dan kunnen we hier de grot in. Misschien kunnen we Jaws hier een beetje trainen. Als ik allemaal steentype Pokémon tegen zou komen, zou fijn zijn. Ja, en dit is de grot van Giratina. We moeten even zorgen dat de mist weggaat met Defog. Dankjewel, Staraptor. En hier staat na drie pilaren naar de slapende. Voordat de 30 is gepasseerd. En wat dat inhoudt is dat we op zoek moeten naar drie pilaren. Maar dan wel voordat we 30 kamers hebben gevonden. Dus voordat we in 30 kamers zijn geweest, moeten we drie pilaren hebben gevonden. Oh kijk, dit is gelijk de eerste pilaar. Dit is heel lekker. Ik weet niet of dat altijd zo is. Laat ik links eruit gaan. Kijken of we gelijk... Is dit de tweede pilaar? Dit is de tweede pilaar. Holy moly, we gaan hard. Oké, dit is niet de derde pilaar, denk ik. Dit is een andere kamer. Zouden hier ook nog wilde Pokémon zitten, vraag ik me af. Nee, hier is geen pilaar. Maar wel een wilde Pokémon, inderdaad. Oké. Nou, lekker. Het is Bronzong. Level 65 Bronzong? Jeetje, hoe sterk. Oké, ik ga maar Crunch proberen. Maar ik denk niet dat ik heel veel pijn... Nou, oké, val nog mee. Meer dan de helft gaat eraf. Het is super effectief natuurlijk. En blijkbaar... Oh, ook een critical hit. Niet mij slopen, Bronzong. Niet doen. Oké, Bronzong doet vuurtjes saai. Dat is nice. Dan gaat hij me in ieder geval nu niet raken. En hopelijk kan ik hem nu slopen. Maar level 65. Dit is de plek waar je wil zijn om je Pokémon te trainen. Oh nee. Hij houdt 1 HP over. Oké, hij gaat voor Iron Defense. Top. Ik ga hem wel afmaken. Ik ga hem niet vangen. Want als hij ontsnapt, dan gaat mijn Jaws gelijk kapot, denk ik of zo. Maar wel lekker dit, man. Ik ben heel benieuwd hoeveel XP we nu gaan krijgen. 2990 XP voor Jaws. Holy moly, wat lekker. En Donald gaat ook naar leveltje 65. Ja, eigenlijk moeten deze Pokémon allemaal level 70 gaan worden nu. Ik ga hier beneden eruit. We moeten de derde pilaar zien te vinden, jongens. Helaas, geen derde pilaar. Ik ga weer links. Het is gewoon volgens mij een beetje random. Je moet een beetje geluk hebben. Als ik nu terug ga, zou ik hem dan kunnen vinden? Ja, we hebben hem... Oh nee, dit is de eerste pilaar, denk ik. Want dit is de pilaar bij de uitgang. Dit is niet de goede, denk ik. Nee, dit is de beginkamer. Shit! Oké, dan gaan we hier nu naar rechts. We begonnen echt knijtergoed. Oké, kom op. De derde pilaar, jongens. We hebben maar 30 beurten, hè. Is dit hem? Ja! Dit is hem, toch? Volgens mij is dit hem. Volgens mij, als we nu de ruimte uitgaan, dan komen we al bij Giratina. Of niet? 3-4? Hè? Ik ben confused. Ja, we zijn er al! We zijn nu al bij Giratina. Oké, laat ik het game in ieder geval opslaan. Dat als wij down gaan, dat we ja, in ieder geval nog een poging kunnen doen om Giratina te vangen. Want Giratina is high level. Oké, let's go. Ah, daar is die jongen. Giratina, een van de vetste legendary Pokémon ooit. Giratina is echt wel een baas. Hij heeft wel veel weaknesses, dat is wel jammer. Maar dit is wel echt een hele dikke Pokémon. I love Giratina. Ik vind hem heel gaaf. Ik heb Blade als eerst gezet, omdat Blade best wel snel is. En ik hopelijk gewoon gelijk eventjes een aanvalletje kan landen. En ik ga denk ik maar beginnen met knock-off. Nee, Giratina is sneller en hij doet gelijk Pain Split. Nou, prima denk ik. Want daarmee doet hij op dit moment alleen zichzelf nog maar damage. En kijk, hij zit nu al op een punt dat we hem zouden kunnen gaan vangen. Giratina is alleen wel level 70. Dus hij zou echt heel mijn team kunnen wipen. Ik wil mijn master
Ball eigenlijk niet gebruiken. We kunnen voor Dusk Balls gaan en we kunnen voor Ultra Balls gaan. Het is natuurlijk een donkere plek, dus Dusk Ball zou op zich kunnen. En Dusk Ball is ook wel leuk om hem in te vangen. Het had te mooi geweest om waar te zijn. Als we hem nu al gelijk in één bal hadden gevangen natuurlijk. Hij doet Shadow Force. Nu kan ik waarschijnlijk geen bal gooien. Nee. Oké, nou dan gaan we maar aanvallen. Dan ga ik hem wel slopen. Dit is irritant. Dit is naar. Ik had natuurlijk gewoon mijn normal type attack moeten doen. Dat was niet zo handig. Poging 2. Als die nu shiny is, hè, dan word je toch gek. Ah, oh, helaas, geen shiny. Nou, er gebeurt weer precies hetzelfde als net. Hij begint met Pain Split. Dan ga ik knock-off doen. Oké, deze is iets beter beschermd, zo te zien. Nog een keer knock-off. Giratina doet Aura Sfeer. Dat vindt mijn Absol niet zo leuk. Maar hopelijk krijg ik hem nu op heel weinig HP. Ja, kijk, lekker. Ik ga gewoon weer met de Dusk Ball proberen. Ik denk dat het best wel kan werken hier in een grot. Oeh, was dit een critical catch? Nee, helaas. Hij gooide die bal zo strak, leek het wel. Oké, hij is nu weer weg. Ja, dit is wel een beetje poepie. Dan ga ik maar mijn Pokémon wisselen of zo om niet te slopen. Dan wissel ik maar naar Gerrit, want die kan over het algemeen de meeste klappen vangen. Dit gaat pijn doen. Dit gaat altijd pijn doen. Ja, ik heb dus niet zo'n heel lekker teampie eigenlijk hiervoor, hoor. Want ik zou hem nu het liefst willen laten slapen of paralyzen of whatever. Maar dat kan ik allemaal niet, want ik heb die moves allemaal niet. Dus dat is een beetje poepie. Dus we moeten maar gewoon hopen dat we hem gaan vangen. Met een freaking... Duskbal. Ah, hij ging al iets verder. Jammer. Nou, Dragon Claw voor Gerrit. Oh, en hij overleeft het nog ook. Misschien kan ik Gerrit even proberen te laten leven. Want op zich kan hij die aanvallen, behalve die ene force aanval, wel hebben van Giratina. Let's go. Ik geef hem gewoon even een max potion, joh. Waarom niet? Hier ga ik waarschijnlijk spijt van krijgen als ik ooit nog tegen Cynthia moet vechten. Oeh. Ja, Pain Split. Die is wel vervelend. Ik ga Ice Beam doen. Hij gaat weer Pain Split doen. Oké, dat gebeurt natuurlijk helemaal niks nu. Hopelijk sloop ik hem niet met Ice Beam. Ik zou hem kunnen bevriezen natuurlijk met Ice Beam. Helaas, ik bevries hem niet. Dat zou ik straks nog met Golduck ook nog een keer kunnen proberen. Die Ice Beam, om te kijken of we Giratina kunnen bevriezen. Dat zou wel lekker zijn. Kom op, Giratina. Ja, en nu kan ik hem eigenlijk ook niet echt meer raken. Want als ik hem nu nog een keer raak, dan maak ik hem gewoon af, denk ik. Net stonden we er eigenlijk beter voor. Kom op, blijf in je duskballetje. Ik vind je duskbal sowieso cool om jou mee te vangen. Ja! Ja, lekker! Nou, dit ging op zich nog best wel soepel. Dit ging op zich best wel prima. We hebben Giratina gepakt. Lekker, man. Dus dit is hoe je Giratina moet vangen. Je moet deze ruimte inlopen. En dan voordat je in 30 ruimtes bent geweest, moet je 3 pilaren hebben gevonden. En dan kom je bij Giratina, de baas, terecht. Lekker, man. Heerlijk. Ghost and Dragon type. En de Pokédex zegt over Giratina dat dit een Pokémon is, waarvan ze zeggen dat hij in een wereld leefde aan de andere kant van onze wereld. Beetje Stranger Things dingen eigenlijk. In die Stranger Things wereld dan. En die andere wereld zou een eeuwenoude begraafplaats zijn. Lekker gezellig. Stranger Things heeft gewoon zijn inspiratie gehaald uit Giratina, denk ik. Wie van jullie heeft Stranger Things gezien? Ik ben heel benieuwd. Laat weten wie je favoriete karakter is in Stranger Things. We gaan hem geen nickname geven. Maar we gaan wel even checken wat hij allemaal kan, hoor. Hij heeft een Jolly Nature. Zijn special attack is genervd en zijn speed is omhoog. Oké, dan moeten we hier gewoon een aanvaller van maken. Blijkbaar. Zijn ability is pressure. Net als dat Absol's ability ook pressure is. En dat zorgt ervoor dat de tegenstander meer PP gebruikt als die een move gebruikt. Dus dat is wel lekker. Dat is wel cool. Verder kent hij Shadow Force. Dat is echt knijtersterke aanval. Pain Split is een hele gekke move die je net ook hebt kunnen zien. Aura Sfeer is ook wel goed. Want deze aanval die raakt altijd. Die mist nooit. En Dragon Claw is natuurlijk ook een van de fijnste Dragon type moves. Ja, Giratina is wel sickie, man. En op de pilaar achter Giratina staat dan dit is. Dit is waar het leven glinstert. Maar dit is ook waar het leven is verdwenen. De muziek is ook zo dark, jongen. Dit is een plek waar twee werelden elkaar overlappen. Man, wat een duister hoofdstuk in de geschiedenis van Pokémon, jongen. Holy moly. Nou, we gaan aan de bovenkant eruit, gewoon omdat ik het leuk vind. En dan komen we weer bij de ingang terecht. En dan kunnen we hier dus weer weg. Maar we kunnen hier ook gaan trainen. Dit is een heel lekker plekje om je Pokémon te trainen, jongens. Want je zag het, ze zijn high level. Dat was hem weer, jongens. Ik hoop dat jullie iets aan deze tips hebben gehad. Laat het weten in de comments. En of je Giratina ook hebt gevangen, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Knal belletje aan. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Mazzel!